Je hebt ooit eerder, jaren geleden, ook een groot concert gedaan. Daar heb je nachten van wakker gelegen. Maar dat is uiteindelijk goed gekomen. Ja, dus het begin is natuurlijk altijd. Als je, het eerste hele grote wat ik had gedaan was de Maaspoort in een bos. En dus, ja, daar kunnen ongeveer 3000 mensen in. En daar had ik zoiets van, ja, dat ga ik echt niet doen. En ik was daar zenuwachtig voor. Ik denk, ja, daar komen er niet genoeg mensen. Of het is helemaal niks. En ik was, natuurlijk krijg je daar spanningen door. Maar inmiddels heb ik dat nou ook al meegemaakt aan meerdere presentaties. En het zijn toch allemaal fans die komen. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, zijn dat de makkelijkste optredens. Omdat die mensen allemaal jouw muziek kennen. En het maakt helemaal niet uit. Al zing je een keer mis of wat er ook, als er iets fout zou gaan. Dan word je vergeven en die mensen pakken het toch op. Ze zingen het gewoon mee. Dus eigenlijk is het gewoon heel erg fijn. Dat concert komt dus eind december. Hoe ver ben je daar nu al mee bezig qua voorbereidingen? Oh, we zijn bijna helemaal klaar. De poster die komt één deze dagen, denk ik. En in mijn album zit ook natuurlijk een soort sheet in dat ze ook daar naartoe kunnen komen. Dus mijn grootste diehard fans die zullen wel het eerste denkbericht hebben. Want ja, 4 juli ga ik het hier natuurlijk vertellen. Alleen nu weten ze het nog niet allemaal. En ja, dat is natuurlijk heel erg leuk om dat te vertellen. Dat er niet bij deze avond blijven, maar dat er 19 juli weer iets heel leuk aan zit te komen. En ja, mijn fans zitten er altijd op te wachten op een gezellig feestje. En ik ook. Het is één grote familie, hè, die Henk Bernard fanclub. Ja, daar ben ik eigenlijk nog het blijste mee. Ik ben het echt het blijste met mijn fans. Het is niet altijd fans. Het is net wat je zegt. Het is familie. En ik ken heel veel van mijn fans. Ik ken ze heel veel persoonlijk. En ik heb echt een band met hun. En het is ook zo dat die fans, dat is, vind ik nog het allermooiste. Het is eigenlijk heel klein begonnen. En die mensen die gaan zelf elkaar leren kennen. Dus op een gegeven moment draait niet alles meer om Henk Bernard. Maar die mensen die denken van, ik ga naar Henk Bernard toe. Want daar zitten heel veel mensen waar ik ook weer een leuk contact mee heb. Het is eigenlijk een hele grote club. Een vriendenclub kunt worden. En ja, daar ben ik wel echt enorm blij mee. En ja, ik denk dat heel veel zangers of zangeressen in deze wereld dat ook heel graag fijn zouden vinden. Dat ze veel fans krijgen. Want daar moet je het ook echt van hebben.